Speelt muziek in de vissersgemeenschap? In de vissersgemeenschap? Eigenlijk is er niemand die over de vissers nog zingt. En ik word eigenlijk volledig omarmd van de vissers zelf. En ze zijn heel trots op mij. En alleen maar over het goede van de visserij, daar wordt er niet meer over gesproken. Het zijn meestal negatieve artikelen. En ik wil eigenlijk ook wel in mijn muziek togen aan de mensen hoe dat het eigenlijk ook is, hoe dat het is. Dus eigenlijk ben je terug een beetje de hoop van de visserij aan het worden. Ja, inderdaad. Dat vind ik toch en dat vinden zij ook. Dus terug die tradities die dus een beetje in de verf worden gezet. Ja, en daardoor ook sinds mijn eindroom van 1 jaar op zee word ik toch wel veel gevraagd voor visevenementen langs de kust. Maar ik moet ook zelf in zee gaan. En mijn tijd is ook beperkt in de zomervakantie. Al is dat ik heel graag wel gaan, maar dat gaat gewoon niet. Ik moet gewoon in zee gaan. En als ik zelfs niet in zee ga, al is erop te zijn me weer. En toch een punt van in mijn leven dat de mensen gaan zeggen tegen mij van ja, je moet kiezen tussen de zee en tussen artiest zijn. En dat, ja, ergens voel ik toch wel verdriet dat ik de zee moet verlopen, maar dat wil ik niet. Een combinatie, ik denk dat ik het bij een combinatie zal houden. Ja, zonder de zee kan je de artiest niet meer zijn. Ja, inderdaad. Dan verlies je je roots en dat ik een liedje moet schrijven dat ik die zee verloren heb en dat ik bedrogen heb. Dat wil je natuurlijk niet. Nee, inderdaad. Kijk, ik al veel met de zee te maken. Hè. De zee zit ook in mijn bloed en dat gaat nooit veranderen. Is er een traditioneel visserslied dat voor jou bijzonder dierbaar is? Ja, je ziet mijn zee, kapitein. Hè. Van Lucy Loes. Kan je het ook een keer zingen voor ons? of zing je geen liedjes van anderen? Ja. Hi, zie me zij kapitein. Hi, blues me zij kapitein. Oh, leg jezelf zelf strepen op je mouwen. Leg je nagels altijd in de rouwen. Leg je klakken vol maar goed. Het is je postuur die het aan doet. Ja, dus dat liedje van Lucy Loes, is dat eigenlijk origineel van Lucy Loes? Dat is eigenlijk van Lucy Monty. En ik ken iemand iemand die zo kan zingen, zoals Lucy Monty en Lucy Loes. En ze noemt Nelly en ze zit bij ons in koor. En ik zou wel een keer een samenwerking doen, misschien na volgend jaar op de Paulusfeesten. Want ze heeft echt de identieke stem van Lucy Loes en Lucy Monty. Ja, dus dat waren de max om dat ook op de Peters en Paulusfeesten te kunnen brengen. Ja, inderdaad. Maar iemand die er niet is, kan je niet vervangen. Maar ze is toch wel de identieke. Dus dat is misschien een verrassing voor volgend jaar. Mocht ik nog een keer kunnen spelen op de Paulusfeest, wat dat in het geval zal zijn. Dus eens gespeeld, altijd blijven spelen. Ja, dat is natuurlijk fantastisch dat dat terugkomt. Heb jij jouw muzikale invloeden, dat jij nu zingt, haal je die ook buiten de vissersgemeenschap? Ja, dat is meer van de Ierse volk. Ik ben opgeroeid. Ik ging met mijn papa naar Oostende voor Anker. En die kocht een cd'tje van Chien de la Mer. En dat gaf me inspiratie en ook die Ierse volk, de teksten daarin. En daar haal ik mijn inspiratie eigenlijk van. Hé. Want ik heb ook elektrische gitaar gespeeld. Maar ik heb zelf de keuze gemaakt voor altijd akoestische gitaar te spelen. En daarom dat ik veel volk speel. En ja. Meer inspiratiebron is er eigenlijk niets. Ofwel luister ik naar liedjes van mijn koor en haal ik ook mijn inspiratie daarvan. Omdat je ergens in een ander wereldje zit en je maakt er toch iets van, zo weet je wel. Je droomt ervan om een cd te maken. Zal die droom gerealiseerd worden?
Zeker en vast, zeker en vast. Maar ik ben er nog mee bezig. Maar ben juist de juiste mensen aan het zoeken. En ik zeg altijd... ik moet wel de goede mensen en de juiste mensen. Er kan ook de negatieve mensen bij. Maar die laat ik er liever buiten. Alles komt met de tijd. En de wind zal het mee wel brengen. De zee zal het je brengen? De zee zal het meebrengen, inderdaad. Wat zou je willen overbrengen met je cd? Gewoon het realistische van in zee gaan en gewoon, ik wil gewoon de mensen gelukkig maken en vooral de meezingertjes, dat iedereen, we misten echt meezingers in Oostende, we misten dat. Jij bent veel voor meezingers, dus waarom precies? Dat maakt, als je op, zelf in het publiek staat en je zingt mee, dan maak je gelukkig, hè? Dan maak je blij. En vooral, ja, dan maak je gelukkig en blij en ja, dat geeft voor mij voldoening. Je bent ook een beetje artiest als je meezingt, hè? Inderdaad, inderdaad. En alles wat we samen doen, doen we beter, hè? Dat is waar. Kun je ons vertellen over het gevoel dat je krijgt als je denkt... aan je eigen cd, waar wil je staan binnen een jaar? Heb je al een tijdsplanning voor die cd? Nee. Ik heb eigenlijk nog geen visie voor later. Want, allee, dat gaat me wel brengen naar ergens. Ik doe liever grote eventen, omdat ik dan meer bereik zal hebben voor mensen die me gaan zien en die me kans zullen geven. Oké. Wat zou succes voor jou betekenen als muzikant? Daar denk ik totaal niet over. Het is vooral genieten van het moment. Succes, ja. Voor mij is al een BV, al goed, een bekende visser. Ja.